je uitleggen welk gevoel je vandaag hebt? Ik voel me heel verdrietig. Het is echt een klap geweest voor de gemeenschap, voor wat hier heerst. En we zijn heel erg verdrietig allemaal, zeker. Ja, gewoon niet te bevatten eigenlijk. Hè. Dat zoiets kan gebeuren. Dat zulke ervaren jongens eigenlijk, hè, wat ik heb begrepen, toch nog verrast kunnen worden door de omstandigheden. Ja, niet te bevatten. Ja, dat is verschrikkelijk, ja. Vijf mensen, jonge mensen. Dat is moeilijk te verteren. We hebben zitten huilen, mijn dochter en ik. Dus dat heeft wel een erg impact hoor, op onze scheveningers. Het is toch verschrikkelijk als jij vijf van de jongens tegelijk kwijt bent. En dan die verstikkings ook nog, schei uit, als ik daaraan denk. En er zijn natuurlijk heel veel mensen die hebben allemaal oordelen van had het dan ook niet gedaan en wat ook. Ik denk, we moeten geen oordelen hebben, we moeten gewoon meeleven met wat er hier gebeurt. En dat is in en in triest. Hoe voelt u zich? Nou, best wel een beetje verdrietig voor die vijf hele jonge mensen. Schrikkelijk, gewoon. Ik woon nu 10 jaar op Scheveningen. En Scheveningen is familie. Ja, er wordt veel gedeeld, maar er is ook stilte. Mensen zijn zo verslagen. Wij zijn mensen van de zee. En wij zien het elke dag. En hier wordt er verdrietig van. Als de reddingsboten uitvaren, vaart er een siddering door Scheveningen. Want de zee geeft, maar soms neemt de zee ook. En maandagavond nam zij het leven van 5 jonge surfers. Jonge mensen met een hart voor de zee, innig verbonden met die overdonderende natuurkracht die bij alle Scheveningers door de aderen stroomt. De zee als brenger van voorspoed en geluk, maar ook als boodschapper van pijn en verdriet. Scheveningen rouwt. En wij rouwen mee.